Ole, ole! Goeie oude in de zon, de zon zal weer nooit meer ondergaan. Goeie oude in de zon.
Terug een minuut.
Cada que dá em corpo, né? E o forte? E as maras truques. This will be any bad, I think. Come on, Kevin. Hey, that's good. Inderdaad. Dat is een ervaring, hè. Thank you.
Van juni, ik weet niet hoe jullie zijn, de baan is hem passeer. Komt dan van Villa van Rijden. Dan zien we in de verte de winnaar aankomen, dames en heren. Hij en iemand anders wint vandaag in oprinter. Mogen zeggen, de slimste en ook wel de sterkste, dames en heren. Heeft meermaals geprobeerd de beste te handen zetten. Hier is hij, dames en heren. Volg daar nog voor Gorgie Benjamin. Oppassen, want daar zijn de mannen in vervolging. Die strijden voor de dichte ereplaats. Uiteraard vandaag in oprinter gelopen al een trofee bij haar huis. Als tweede in de wedstrijd. En we zijn er niet met een sprintje. En het tweede sprintje dat gaat naar Silvo Odijk. Ik denk al dat die werd voor mij dan Jonathan Julien. Dus snelste van de twee dan. Het is even wachten op de anderen natuurlijk en ik vraag aan jullie dames en heren attent te wezen en nog even het parcours de aankomst trouw hier volledig vrij te houden. Dank u wel. Freddy Klos als voorzitter van de OCMW-raad, die mag zijn stilaan klaarhouden hier in de buurt van de finishzone. Hij schenkt de bloemen en de trofee aan de eerste twee in de uitslag. En applaus mag altijd, dames en heren, dat mag niet mankeren, want ook deze man heeft gereden en gestreden. Bertje Nietveld komt met Kasterlee, heeft een goede wedstrijd gereden. Op het eind, ja, de snelste zijn er van doorgemaakt, dames en heren. Het is ook niet van de minste wedstrijd, hier in Opwinder 10 onderschat dat niet. Dus ze hebben allemaal koers gemaakt, hun beste van mezelf gegeven, hier op deze donderdagavond, dames en heren. En ik zou zeggen, deze man, een applaus allemaal hoor, want ook deze man heeft meer dan zijn het best gedaan, Mario Geertjan. Oorspronkelijk van in het begin uiteraard met zijn 12 meegedraaid, de wedstrijd gemaakt uiteraard op het einde op de prijs geven. Maar ja, ze vallen nog verdiep in de prijs en vandaag hier in Oprinter waar hier de finish krijgen momenteel van Gertje Klaas, meen ik, en ook hier in de finish zone van Leopold Huidrichs. En ook deze mannen geloven nog in, jawel, zeker dan vast, want er zijn nog centen te verdienen hier aan de finishzone. Die strijden tot het biedere eind, dames en heren. Lison Jimmery, snelste 102. Oppassen, Hupke meldt zich aan hier in de finishzone. Nu ben je wel aangemeld op een 100 meter van de finish. Sprinten gewonnen door de beweging en komen onder Velken. En die handen aan de baan, gewoon achter in Bossen. Dan de huur komt eraan.